geschiedenis en podcast. Dat klinkt misschien niet als de meest logische combinatie. Toch is Paulus Historicus 3 maanden geleden begonnen met de digitale radio-uitzending over zijn vak. Samen met een goede vriend neemt de Dordtse docent een programma van ongeveer 1 uur op. Ook maakt hij filmpjes om geschiedenis nog wat leuker te maken voor jongeren. We kijken bijvoorbeeld naar het nieuws, wat is in het nieuws geweest. En dan proberen we dan interessante geschiedenisdingen aan te hangen. We proberen een beetje te verklaren vanuit de geschiedenis, van hoe komt dat nou? Om op die manier te laten zien van ja, geschiedenis is misschien wel geweest, maar het heeft nog effect op het nu. Als je kijkt naar de democratie waar we nu in leven bijvoorbeeld. Dat is al in Athene is dat al ontstaan, 2500 jaar geleden. Dus op die manier zie je dat wat er toen is ontstaan, dat dat nu nog terugkomt. Wat is het publiek dat je wil bereiken? Ja, zoveel mogelijk. Maakt mij niet zoveel uit als ze het maar interessant vinden. Dus ik hoop natuurlijk dat de jongeren het leuk vinden, omdat wij ouderen beginnen een beetje uitgespeeld te raken op een gegeven moment. Dus als het jongere publiek het leuk vindt, dan kunnen ze ook betere keuzes maken in het leven. Dat is natuurlijk ook het idee van geschiedenisonderwijs. Ja, is dat zo? Ja, dat is het hogere doel, zeg maar. Je kan verklaren vanuit het verleden, kan je verklaren wat er nu is. En daarmee kan je dus een betere beslissing maken voor de toekomst. De podcast heeft nu zo'n 12 afleveringen. En die zijn door al ruim 1000 mensen beluisterd. De podcast is echt een beetje een soort man-naar-bier-gesprek, zeg maar. Maar dan wel met een geschiedenistintje. En ik geef natuurlijk geen les in een biergesprek, maar ik probeer wel op zo'n manier met de leerlingen om te gaan dat we een soort gesprek krijgen. Dat leerlingen ook geïnteresseerd raken in het stukje geschiedenis. Sommigen die vinden het van zichzelf leuk, dus dat is altijd mooi. Sommigen vinden het gewoon helemaal niet leuk. Je hebt altijd leerlingen erbij die het echt totaal niet leuk vinden, dus die zal je misschien nooit bereiken. Dus is het moeilijk? Ja, soms wel. Maar als je de juiste vraag stelt, kan je ze ook triggeren om na te denken en geïnteresseerd te raken. De podcast van Paulus Historicus zijn onder andere te vinden op Spotify.